Afgelopen week zag ik in één keer het getal 1 miljoen staan in mijn YouTube dashboard. Dus ik was benieuwd wat het nou precies was. En dat bleek dan de kijktijd in minuten van 2019 te zijn. En ik zag de laatste tijd veel YouTube video's die gingen over het inkomen van een YouTuber. Wat ze hadden verdiend met een bepaald aantal views, met zoveel abonnees, noem het allemaal maar op. Dus ik dacht, laat ik ook over mijn kanaal een video maken. Dus in deze video wil ik gaan kijken naar wat ik daarmee heb verdiend. Maar ik ga natuurlijk ook kijken van wat ik heb geleerd de laatste 1,5-2 jaar dat ik YouTube doe. Het is zeker een video dus voor mensen die al YouTuber zijn. Of misschien YouTuber willen worden. Maar ook zeker voor andere dingen. Als je bezig bent met passief inkomen. Ook voor andere vormen zal ik tips geven die ook daarvan toepassing zijn. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van het passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt waar je meer over wilt zien? Klik hieronder op abonneren. Dit gaat natuurlijk over passief inkomen, want YouTube zou je kunnen zien als een vorm van passief inkomen. Natuurlijk besteed ik er tijd aan, maar lang niet zoveel en ooit staat het ook helemaal niet in verhouding met wat ik doe. Dus dat is ook zeker een reden om dus deze video te maken. En voor de mensen die natuurlijk komen kijken naar wat ik verdiend heb, laten we daar dan mee beginnen. Wat heeft YouTube mij betaald voor 1 miljoen minuten kijktijd? En dat is zoals je kunt zien €693,82, wat ongeveer nog een schatting is, want YouTube is er nog niet helemaal zeker over. Net geen €700, laten we daarop afronden. En zoals gezegd gingen die miljoen minuten over de hele kijktijd dus van 2019. We zitten nu dus eind oktober, oftewel 10 maanden, en dan lijkt in één keer €700 op 10 maanden helemaal niet zoveel. Gemiddeld €70 natuurlijk. Maar als we gaan kijken naar mijn inkomsten, dan zul je zien dat ik pas eigenlijk vanaf juni ben goedgekeurd. Vanaf dat moment had ik 1000 abonnees en 4000 uur kijktijd. En dat is een vereiste voor YouTube. Pas op dat moment kun je partner worden en dus betaald krijgen voor YouTube. Dus als je dan gaat kijken vanaf juni tot en met nu, dan valt het al een stuk mee, zeg maar. Want er gaan in één keer 5 maanden van de 10 af. Dus in één keer in de helft van de tijd. Oftewel €140 gemiddeld per maand heb ik er nu mee verdiend. En zelfs in deze maanden zijn er natuurlijk grote verschillen. Vooral in het begin, als we gaan kijken. Bijvoorbeeld naar de eerste dag, 4 juni, toen verdiende ik €0,08. Een goede 1,5 maand later had ik een instelling aangepast. Want het bleek dat advertenties niet waren afgestemd op de interesses van mijn kijkers. Nou, toen ik dat had veranderd, ging het in één keer naar €7,35 per dag. Ongeveer bleef het weer een tijdje zo zitten. En ook weer een goede maand later had ik in één keer een goede dag. En ging het naar iets boven de €20. Dus op 17 september verdiende ik iets meer dan €20 aan YouTube. En zo zie je dus eigenlijk dat ik best wel snel stap heb kunnen maken. Elke maand, 1,5 maand, gaat in één keer een stuk omhoog. Dus op dit moment zit het zo rond de €10 gemiddeld per dag. Maar wie weet hoe het over 1 of 2 maanden misschien wel is, welke stap ik dan heb weten te maken. Nou, dat zal ik altijd weer blijven vertellen op dit kanaal. Het gaat natuurlijk over passief inkomen en dat deel ik ook elke maand, hoeveel ik daar mee verdien. Waaronder dus mijn YouTube inkomen. Dus als je nog geen lid bent en je wil het dan wel allemaal weten, zoals gezegd, klik hieronder op abonneren. Dan gaan we nu verder met de rest van de video. Die gaat niet zozeer meer over mijn inkomen van YouTube, maar wel wat ik heb geleerd. En welke dingen je dus misschien specifiek op YouTube gericht zijn. Maar ook op andere vormen van passief inkomen. Want ben jij nou hiervoor om ook zelf een passief inkomen op te bouwen, dan zitten er zeker wat tips bij die jou kunnen helpen daarbij. En de eerste daarvan is: maak een planning en maak een planning ver vooruit, misschien wel 1 of 2 jaar. En dan bedoel ik niet dat je letterlijk alles uit moet plannen wat je de komende maanden of jaren dus gaat doen, maar houd er gewoon rekening mee dat het tijd kost om iets op te bouwen en haak dus niet te snel af, want zoals je zag, ik ben pas vanaf juni dit jaar geld gaan verdienen echt met YouTube, terwijl ik al zeker een jaar of iets langer bezig was. Elke week maakte ik 1, of meestal eigenlijk gewoon 2 video's. Dus als je dat gaat tellen, maak je al bijna 100 video's zonder dat je eigenlijk iets verdiend hebt. Maar dat is eigenlijk niet wat de meeste mensen doen. De meeste mensen beginnen vol goede moed. Je hebt bijvoorbeeld deze video gezien en je ziet wat je met YouTube kunt verdienen. Al is het maar €20 per dag. Nou, dat is toch leuk meegenomen. Dus je begint vol energie, vol goede moed. Begin je aan een YouTube kanaal. Je maakt 1 of 2 video's. Maar na een tijdje merk je dat er niet zoveel mensen kijken, dat de abonnees wat tegenvallen en dat je nog geen geld verdient en dat je niet aan de eisen van YouTube voldoet. En dan na een paar maanden besluit je op te houden, want het levert niks op. Het kost je juist heel veel tijd en zeker als je het eigenlijk voor het geld doet, hou je het ook die tijd niet vol. Dus begin niet altijd met het einddoel, het geld in gedachten, maar zorg gewoon dat je iets doet wat je leuk vindt, zodat het makkelijker is om er tijd aan te besteden. En na een tijdje komt het geld dan automatisch wel.
Dus heb geduld. En dat zagen we eigenlijk ook al, zoals gezegd, eerder in die maanden, hoe het in één keer snel kan groeien. Kijken nou bijvoorbeeld naar 2018. Toen had ik 16.300 minuten kijktijd maar. Terwijl ik eigenlijk vanaf eind mei van dat jaar een vast uploadschema had. Nou, je ziet wel de kijktijd in dat jaar langzaam groeien. En het eindigt dan dat jaar ook met 85 nieuwe abonnees. En het ziet eruit als een behoorlijke stijging. Maar gaan we dan kijken dus naar 2019. En dan vergelijken we dus hoe hoog het einde van die grafiek was in 2018. Nou, in 2019 beginnen we eigenlijk met een heel klein stukje. En zie je die verdere groei komen. Je ziet dus ook dat ik dan dit jaar al 1 miljoen minuten kijktijd heb. Oftewel bijna 68 keer zoveel als vorig jaar. Dus dat is een enorme groei. En waar we dan vorig jaar 85 nieuwe abonnees hadden, heb ik er dit jaar al bijna 4000 nieuwe abonnees bij. Nou, let ik daar tegenwoordig niet meer zoveel op. Ik ga niet elke dag kijken hoeveel mensen melden zich aan. Wel af en toe, één keer in de week, maar sowieso één keer in de maand, dat ik bijhoud van hoeveel nieuwe abonnees zijn erbij. Hoe gaat het met mijn kijktijd? Welke groei zit erin? Dat je een beetje kunt zien, ja, hoe gaat het met je kanaal? Welke video's doen het goed? Welke passen dus goed bij je doelgroep of trekken veel nieuwe mensen aan? Dat zijn dan misschien weer onderwerpen die je extra wil gaan behandelen, dieper erop ingaan. Of misschien een onderwerp wat er een beetje bij past. Juist dat gaan behandelen in een video. Juist dus om je eigen publiek al tevreden te stellen, omdat ze daarin geïnteresseerd zijn. Maar ook zeker nieuwe mensen aan te trekken. Maar zoals gezegd heb ik dus dit jaar al 1 miljoen minuten kijktijd. En juist ook in dit jaar zag je een flinke groei. Als we dan naar de statistieken weer gaan kijken in de laatste 90 dagen, zie je dat ik bijna 630.000 minuten heb. Dus dat is in de laatste 3 maanden. Meer dan 60% daarvan. Alleen in de laatste 28 dagen heb ik al bijna 200.000 minuten. Dus alleen in de laatste maand is het al 20% van dat totaal. En er is zelfs één dag geweest, dat was 18 september, dat ik bijna 20.000 minuten had. Dus alleen die ene dag dit jaar waren al meer minuten dan heel vorig jaar. Dus al die tijd die ik toen in video's heb gestoken, noem het allemaal op, dat werd in dit jaar in één dag, ja, eigenlijk overtroffen. Dus je ziet de enorme groei er eigenlijk wel in. En dat is misschien ook wel een van de belangrijkste dingen. Zeker bij een YouTube kanaal, maar ook bij andere dingen met passief inkomen. Het kost in het begin heel veel tijd om er iets van te maken, om iets op te bouwen. Bijvoorbeeld wanneer je een blog begint, verwacht niet dat bij het eerste blog al meteen heel veel mensen je site bezoeken, reageren, misschien wel ergens voor aanmelden voor een nieuwsbrief. Nee, dat heeft gewoon tijd nodig. Dat heeft misschien wel maanden of misschien wel jaren nodig. En daaruit blijkt dus ook wel weer dat je gewoon geduld moet hebben, dat je gewoon door moet blijven gaan. En dus blijf ik zeggen, weet waaraan je begint, focus je op de lange termijn en zorg dus dat je een onderwerp kiest wat je leuk vindt, zodat je toch lang vol kunt houden. Als je dat onderwerp dan gevonden hebt, iets wat misschien wel je hobby is, waar je interesses liggen, dan is mijn tweede tip, begin, begin, begin. En dat heeft er dan weer mee te maken van het welbekende spreekwoord van aldoende leert men. Nou, in het begin was ik zelf eigenlijk nog steeds wel vrij perfectionistisch, dus ik wil alles zo goed mogelijk maken, zo netjes mogelijk. Het liefst zou ik eerst een dure camera kopen voordat ik mijn eerste filmpje opneem. Maar eigenlijk is dat helemaal niet de juiste manier van werken. Het belangrijkste is eigenlijk gewoon om nu meteen te beginnen. Zorg dat je een script schrijft voor je eerste video. Neem hem op. Ga de dingen bewerken. Ga kijken wat de reacties erop zijn. Waarschijnlijk zijn het toch maar een paar mensen die ernaar kijken, maar misschien geven ze wel goede feedback. Als dat niet het geval is, heb je altijd nog je eigen feedback, want je hebt geleerd van het moment dat je de video op gaat nemen, het moment dat je de video voorbereidt of dat je hem gaat monteren. Daar doe je ervaringen op. Nou, dat gebruik je weer voor de volgende video. Dus de tweede video is altijd alweer beter dan de eerste. En als je dat dan misschien wel weken of maanden herhaalt, dan ben je bij de 25ste video alweer een stuk beter als bij de eerste. Nou, dat blijft eigenlijk zo doorgaan. Mij gaat het ook wel steeds makkelijker af om tegen de camera te praten. Maar als ik nu ooit filmpjes van zelfs een half jaar of minder terugkijk, dan zie ik gewoon dat ik er nu alweer stap heb gemaakt. Ook ik vind het jammer van mijn eerste video's, maar de content was goed. Ik heb geleerd en juist laat ik ze online staan, dat jullie kunnen zien van welke stap ook ik heb gemaakt. Zoals gezegd, ik was perfectionistisch. Ik ben zeker niet altijd tevreden over de eerste video's. En eigenlijk ook nog niet over deze. Op dit moment ben ik weer tevreden over deze video. Maar over een half jaar denk ik van, oh, dat had ik toen veel beter kunnen doen op een andere manier. Dus ook ik maak nog steeds stappen. Nou, ik heb inmiddels al verschillende blogs geschreven. 107 video's opgenomen. Dus ik heb best wel veel ervaring opgedaan die ik dan weer ga toepassen op de volgende video's. En daarom is het zo belangrijk of je nou een YouTube kanaal begint, of een blog, of noem het maar op. Je gaat gewoon beginnen. Je leert van de dingen die je doet. Als je fouten maakt, zorg als je ze maakt dat je er iets van leert, zodat je het niet een tweede keer gaat maken. En je kunt ook zien naar welke onderwerpen mensen interessant vinden. Ze geven vaak feedback, reacties, noem het allemaal maar op. Verwerk dat weer in het volgende wat je doet. Dus een video, een blog, weet ik wat je doet aan passief inkomen. Maar zorg ervoor dat je op die manier
telkens je volgende stap weer beter maakt dan degene daarvoor. En al is het maar een klein beetje, als je dan terugkijkt, of eigenlijk een jaar vooruit kijkt, dan heb je echt een enorme stap gemaakt ten opzichte van nu. Het vierde punt heeft dan weer te maken met zorg voor meerdere inkomens. Dat heeft met YouTube te maken, maar ook zeker met andere vormen van passief inkomen. Het geldt zelfs eigenlijk niet alleen voor passief inkomen, ook voor je gewone inkomen. Zorg eigenlijk altijd ervoor dat je een extra inkomen hebt, dat je niet afhankelijk bent van die ene baan. Want wanneer jij ontslag krijgt, natuurlijk krijg je dan wel een vergoeding of een uitkering, noem het maar op. Maar vaak ben je van één inkomen afhankelijk. Probeer dus meerdere inkomens te hebben, dat je telkens minder afhankelijk bent van de ene. Dat kan dus zijn voor je baan en een YouTube kanaal daarnaast. Maar het kan ook zijn met een YouTube kanaal en misschien een blog ernaast of affiliate marketing. Zodat je meerdere inkomensstromen hebt. En dat geldt zelfs niet alleen voor het inkomen, maar ook gewoon voor de platformen die je gebruikt. Gebruik niet alleen YouTube in dit geval. Maak ook gebruik van Instagram, je eigen website, dat soort dingen. Want ook een van die platformen kan wegvallen. En dan ben je in één keer al je abonnees bijvoorbeeld op YouTube kwijt. Dan kun je in één keer die mensen niet meer bereiken. En juist als je dus ook een Instagram kanaal hebt of een Twitter pagina... of gewoon je eigen website met een nieuwsbrief. Zeker dat laatste, want daar heb je eigenlijk alles in eigen beheer. Dan kun je er altijd voor zorgen dat mocht er een van die dingen wegvallen, je altijd nog een manier hebt om je doelgroep en eigenlijk je bezoekers weer te kunnen bereiken. Heb je een nieuw product, een nieuwe video, iets interessants te melden, dan kun je altijd hun bereiken in plaats van dat ze jou op moeten gaan zoeken. Nou, als ze gewend waren jou op YouTube te vinden, maar YouTube heeft je account geblokkeerd, dan vinden ze jou niet meer. Maar juist door die andere manieren die je dan hebt, kun je het toch bereiken en kun je eigenlijk je boodschap overbrengen aan hun. Dus het eerste is eigenlijk belangrijk dat je ze kunt bereiken. Nou, als je ze eenmaal bereikt hebt, dan kun je vaak ook nog inkomen mee verdienen. Eigenlijk op elk platform is er wel een manier om geld te verdienen. In YouTube is het advertenties. Op je website kan het affiliate marketing zijn. Maar zorg dat je verschillende platformen gebruikt of verschillende manieren. Zodat je dus weer niet afhankelijk bent van het ene. Ik maak ook gebruik van eigenlijk verschillende inkomens. Maar een groot gedeelte komt uit affiliate marketing. Nou, één programma, daar was ik voor goedgekeurd. Wat later dan weer niet goedgekeurd bleek te zijn. Dus die viel de afgelopen maand in één keer weg. Dan valt er best wel een groot gedeelte van je inkomen weg. Vertrouw daar niet op, altijd één aan het inkomen. Want passief inkomen is altijd wel minder stabiel eigenlijk dan een vast inkomen bij een vaste baan. Want dan weet je gewoon, als ik zoveel uren maak, krijg ik aan het einde van de maand dit betaald. Dat is zeker niet het geval bij passief inkomen. Maar je kunt die schommelingen natuurlijk wel opvangen door meerdere vormen van inkomen te verzorgen eigenlijk voor jezelf. Veel gebruikte inkomens, bijvoorbeeld op YouTube, is YouTube zelf natuurlijk als eerste met de advertenties. Zoals gezegd, als je partner bent, kunnen advertenties getoond worden voor tijdens je video's. En dat, ja, daar krijg je gewoon een gedeelte van de opbrengst van. Wat je ook vaak ziet is dat video's gesponsord worden. Dat er dus een bepaald bedrijf of zo naar jou toe komt. Die vragen of jij een video wil maken, een review. Daar krijg je een vergoeding voor, zodat je eigenlijk dat bedrijf of dat product onder de aandacht brengt van jouw kijkers. Ook ik heb al een paar aanbiedingen gehad, alleen ik ben nog niet zo tevreden. Het zijn niet de dingen die ik aan mijn publiek wil voorleggen. Dus die heb ik gewoon afgeslagen. Maar ook voor kleine kanalen met een paar duizend kijkers of abonnees zoals ik, zeg maar. Ook daar zijn zeker wel sponsoren voor te vinden. Maar zorg er dus altijd voor dat in dit geval dit soort dingen goed passen bij het publiek. Bij de mensen die je aanspreekt, want je moet eigenlijk een vertrouwensband opbouwen. En iets voor de lange termijn. Dus probeer niet te profiteren op de korte termijn, maar juist te richten op de lange termijn. Dat heeft ook weer te maken met het volgende van affiliate marketing. Ook ik gebruik dat veel onder deze video. Zie je bijvoorbeeld verschillende links staan naar aanbieders zoals FlatEx, DeGiro, Bink, noem het allemaal maar op. Dat zijn programma's, daar krijg ik een vergoeding voor als iemand zijn eigen daarvoor aanmeldt. Maar het zijn zeker wel programma's waar ik ook echt van denk, daar help ik de mensen mee. Het zijn goede programma's om bepaalde dingen te doen, bepaalde strategieën te volgen. Voor beginners is Bink interessant, voor andere mensen misschien DeGiro of FlatEx. Dus het zijn zeker programma's die passen bij mijn doelgroep. En op deze manier kun je eigenlijk elkaar helpen. Ik geef informatie in mijn video's, die zijn gratis beschikbaar. Aan de andere kant, als mensen zijn eigen aanmelden, krijg ik een vergoeding. Heb ik een inkomen uit, dus kan ik mijn eigen weer focussen daarop. Op het inkomen kan ik investeren in bijvoorbeeld nieuwe camera, andere dingen, investeringen doen en daar dus juist weer over vertellen. Dus het zorgt er ook weer voor, als je dat geld gebruikt om je kanaal te verbeteren, dat je weer verder kunt groeien. Wat je ook vaak ziet is dan weer merchandise. Enzo Knol heeft het, Don de Jong heeft het, eigenlijk heel veel grote YouTubers hebben. Kleding, patches, noem het allemaal maar op. Zodat eigenlijk, ja, vooral de kijkers natuurlijk zijn eigen kunnen identificeren met de YouTuber. En het is weer een extra vorm van inkomen. Ze zijn niet langer afhankelijk van die andere vormen, maar hebben gewoon weer een eigen vorm bij. En het laatste
is vaak dan, als ze geen merchandise hebben, is het wel vaak een digitaal product. Dat kan een e-book zijn, een videoserie of een cursus. Iets wat digitaal is. Het is één keer te maken en je kunt er misschien wel 100.000 keer verkopen zonder dat je er extra moeite voor hoeft te doen. Zeker een product om aan te raden, maar ja, het moet wel weer bij je doelgroep passen. Want waar dan bijvoorbeeld weer kleding past bij de doelgroep van Enzo Knol, zal een digitale cursus ergens in juist weer niet passen bij hem. Dus daar kun je keuzes maken afhankelijk van wat het beste bij jouw doelgroep of kanaal past. En tot zover dus mijn YouTube inkomen, wat ik heb verdiend, hoe ik het heb verdiend en wat ik eigenlijk heb geleerd de afgelopen tijd. Zoals gezegd, veel dingen zijn van toepassing op YouTube, maar ook zeker op andere vormen van passief inkomen. Of misschien zelfs wel buiten passief inkomen dat je het kunt toepassen. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. En als je nog vragen of opmerkingen hebt, kun je natuurlijk onder deze video achterlaten. Dan vind je ook de link naar onze Discord chat of andere links naar aanbieders die ik besproken heb bijvoorbeeld. En ben je nog steeds aan het kijken, maar je bent nog geen lid van het kanaal? Klik dan hieronder op abonneren. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Als je je eigen abonneert en op het belicoontje klikt, krijg je weer een melding. Dan mis je nooit meer een video en zie ik je graag bij de volgende video weer terug.